Dank. Goedenavond. Ik wil graag een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen. Vandaag is op tal van plaatsen in Nederland stilgestaan bij de vreselijke ramp die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden. Tienduizenden mensen hebben condoleanceregisters getekend op internet en gemeentehuizen. Lokale gemeenschappen vangen nabestaanden op. Sportverenigingen, kerken, scholen, alle zijn actief. In alle ellende en verdriet is het hartverwarmend om deze enorme nationale betrokkenheid te zien. Morgen is er een besloten informatiebijeenkomst voor nabestaanden. De koning en koningin, ikzelf, een aantal ministers en staatssecretarissen zullen daarbij aanwezig zijn. Maar ook familierechercheurs en mensen van Slachtofferhulp Nederland. Gisteren en vandaag hebben Frans Timmermans en ik in contact gestaan met vele spelers die betrokken zijn bij de repatriëring van de omgekomen mensen. Afgesproken is dat Nederland de internationale coördinatie krijgt bij het identificeren van de slachtoffers. De Nederlander Gert Wibbelink zal dat team aanvoeren. Vanavond vertrekt er een toestel van Defensie vanaf vliegbasis Eindhoven naar Kharkov. Aan boord zijn mensen en middelen om in Kharkov een coördinatiecentrum in te richten. Vandaag is ook veel bericht over de trein die bij het rampgebied staat, met daarin een groot aantal lichamen. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om deze trein op door de Oekraïne gecontroleerd grondgebied te krijgen. Onder andere heeft vandaag daarover Frans Timmermans getelefoneerd met secretary of state Kerry. De OVSE voert de onderhandeling hierover met de separatisten. De OVSE monitoringmissie heeft vandaag naar onze laatste informatie redelijk ongestoord kunnen werken. Bovendien is de OVSE voornemens om morgen vroeg de identificatiemissie met daarin embedded zou je kunnen zeggen, de Nederlandse experts, om die morgen naar het gebied te laten gaan. Vandaag heb ik zelf wederom een aantal gesprekken gevoerd met collega's, waaronder bondskanselier Merkel en premier Cameron. En vanavond spreek ik nogmaals met president Poetin. Al deze gesprekken hebben als doel bij te dragen aan onze hoofdprioriteit, namelijk druk te zetten op alle partijen om de lichamen terug te krijgen. In dat kader reist op dit moment Frans Timmermans naar New York voor overleg met de Verenigde Naties en leden van de Veiligheidsraad. Om de internationale coalitie verder uit te bouwen die zich sterk maakt voor de spoedige berging van de lichamen en de onderste steen boven te krijgen wat betreft de verschrikkelijke gebeurtenissen met de MH17. Morgenochtend informeren de ministers